Lieve mensen, ik ga een kleurenkaart voor jullie trekken. Wat de boodschap is. Deze. Brons. Straighten your bodies. Nou ja, ga in de kracht staan. Dus je lichaam moet wat sterker worden. Chocola. Koester jouw body en ziel. Het is allemaal wel donkere kaarten. En lavendel. Connect met je body, mind en soul. Ja, dat betekent ook wel rust, hè. Lavendel staat voor rust. Trek succes aan. Scarlet. Ook weer bruin. Ja, goede grenzen stellen voor jezelf. Dus je moet meer aan je lichaam denken. Sterker worden, ook misschien geestelijk sterker. Meer in verbinding komen. Nummer 44 is dat. Succes. Grenzen stellen. Zodat dingen echt kunnen groeien. Kijk, als je altijd tegen wordt gehouden, niet grenzen stelt, dan kan je ook niet tot groei komen. Dan kan je ook niet dat succes aantrekken. Ik ga even bij lavendel kijken. Lavendel, staat er nummers op? Ja, 44. Dat is wel een mooi nummer. Ja, dat is natuurlijk rustgevend, hè? Lavendel altijd. Focus op vreugde en wees jezelf. In verbinding met de hemel. Terwijl je ook op aarde bent, hè? Je bent op aarde, maar zoek contact met de hemel. Zeg tegen het universum, hè, tegen spirit. Laat mij sterk zijn in de connectie van mijn eigen goddelijkheid. En laat mij ook de goddelijkheid zien in anderen. Dankjewel, staat er. Alles is in verbinding, hè. Je hebt waarschijnlijk ook leiderschapskwaliteiten. En lavendel helpt je om een immuunsysteem een boost te geven. En je te helen in een helingsproces. Misschien zit je in een helingsproces. Even kijken. Die had succes. Laten we kijken wat daarbij staat. Waarin succes? Oh, kleur van Scarlet is de kleur van passie, succes, vitaliteit. Kleur van overwinning, van victory staat er. En dat je vol zelfvertrouwen jouw doelen gaat bereiken. Het creëert grote kansen in je leven. En geef je kracht, succes en zelfvertrouwen dus. Je gaat dan dichter bij het doel komen met elke stap die je zet. Net zolang totdat jij je succes hebt wat jij verlangt. Waarin wil jij succes hebben? En dan gaan we even kijken naar strengthen your body. Dus je moet iets met je lichaam doen, in kracht komen. Oh, dat helpt je met krijgen van promoties. Overvloed in je leven. Mensen aantrekken, goede mensen.
aantrekken voor jouw business. Brons helpt je ook om bepaalde emotionele patronen af te breken, angsten weg te houden. Ook jouw toxische gedachten en gevoelens over jouw lichaam. In ieder geval, het geeft je kracht en vitaliteit terug voor jouw lichaam. Ja, er is misschien een stuk in je lichaam die kracht nodig hebt. Ja, misschien moet je dingen helen, misschien wat verjongen. Dus ga je kracht zijn, staan om ook de goede dingen aan te trekken. En de chocolate. Wat is er met de chocolate? De bruine, hoop bruine. Aardekleur ook, hè? Bruin. Chocola is een combinatie van bruin en zwart. En dat het met aarde te maken heeft, ja. Goed aarde. Goede grens stellen voor jezelf. Ja, groei. Je hebt misschien heel veel diepe inzichten gehad. En groei. Koester je lichaam en je ziel. Daarmee eten een vrouw natuurlijk graag chocola, hè. het schijnt best wel gezond te zijn, maar... Dus, ja, je wordt ook weer blij van, hè, de meeste vrouwen. Mannen misschien ook wel. Blij van chocola. Ja. Schrijf op dingen die jou koesteren, die wat je goed doet. En, ja, schrijf op wat je wilt doen voor de volgende week. Laat het zoete binnenkomen, zodat je echt jezelf kan koesteren en je van jezelf kan houden. Zal ik er nog één doen? Ik denk dat ik er nog één doe. Nou, dat zijn er te veel. Deze voel ik. Purple. Ja. Ontwikkel mentale duidelijkheid. Is er nog iets niet duidelijk in je leven? Nummer 39. Ja, paas is ook wel de verbinding met het universum, hè, de kruinchakra. Positiviteit en succes brengt purple. Paars. Help je ook om je gedachten helder te krijgen. Dus al die rotsen uit je gedachten die niet dienen. Ja, als je hoofd vol zit. En laat gaan al die negativiteit in je hoofd. Je hebt misschien negatieve gedachten, gevoelens die je nu ervaart. Dus ja, paas is wel helend ook. Dus al die negatieve gedachten moet je uit je hoofd zetten. Uit je energieveld, uit je lichaam. En probeer nou positief te zijn, ook in je gedachtes. Zeg positieve affirmaties op. Zodat je meer geïnspireerd bent en vreugdevol en vol vrede. Ja, dat je dingen kan manifesteren in het perfecte met tijd en op de perfecte manier. Misschien krijg je ook wel beelden voor dat je ook dingen gaat zien. Hè? Dat je nou eindelijk die duidelijkheid hebt en dat je het ook ziet. Maar je moet wel grenzen stellen aan mensen, zodat jij wel kan groeien, zodat je dit succes wel aan kan trekken.
Dus ik zie heel veel body en heel veel soul hier. En ook een hoofd. Duidelijkheid voor jezelf van wat wil ik nu? Wil ik dit succes aantrekken? Wil ik misschien die passie aantrekken? Wil ik misschien die liefde aantrekken? Maar dan moet je wel een beetje goed in je vel zitten ook, hè? Kijk, je mag best wel helen. En misschien als je in liefde aantrekt, dat je samen mag helen. Hè? Dus je zal nooit helemaal perfect zijn, hè? Dus dan moet je niet denken van, ik moet heel goed zijn. Wil ik iets aantrekken, die liefde aantrekken? Nee, je kan ook samen met, doordat je die liefde aantrekt, kan je ook weer verder groeien. Je bent misschien al heel erg gegroeid, maar samen kan je nog verder groeien. Goed, in ieder geval hou we afstand van mensen die jouw groei tegenhouden. Stel daar een grens in dat jij dit plantje, dat echt een hele grote plant kan worden. Dus dat je echt rustig wordt in je hoofd. Goed, dit was mijn kleuren readingje. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!